Met ruim 2000 nieuwe studenten is de AED weer tot zijn einde gekomen. Dus Resource stelde de vraag: wie was jouw hoogtepunt? Wie? Wie? Moet ik even de hart denken hoor. Shit. Ik word nu al opgenomen. Wie was mijn hoogtepunt? Oh, wie? Lastige vraag. Wie is het hoogtepunt? Wie? Wie was mijn hoogtepunt? Ik denk toch wel mijn vader. Mijn introvader. Ja, gewoon een goede gozer. Echt iemand waar ik echt mee verbonden vond. Zo. Ja, dat is chill. Dus ik denk dat wel mijn hoogtepunt was. Ik denk eigenlijk mijn papa. Ja, die was wel heel leuk. Papa. AED-papa is meestal nog wakker dan mij. Ja, en dan is een typische uitspraak: papa is een beetje brak. Maar dat is eigenlijk iedere ochtend zo. En dan maken wij zijn ontbijt en doen wij zijn afwas en zo. Ja, toch wel mijn AED-papa. En mijn AED-mama. Spelen ze allebei in een bandje. Laten we gaan kijken, dat is wel leuk. Dat is tof. Ja, ze zijn echt toffe gasten. Zeker. Dus als jullie kijken, bedankt. Oh ja, ik vond Manuel Broekman heel leuk. En Geza. En Geza, maar dat kwam ook vooral omdat hij met hem op de foto mocht en hebben we een kusje gekregen. NSW. Helemaal niemand. Oh, ja. Onze pap was natuurlijk. Ja. Oh ja. Ja, er zijn heel veel leuke dingen. Ja. Mijn hoogtepunt weet ik eigenlijk niet. Want Manuel Broekman niet eens zo heel leuk en de andere heb ik niet meer gekregen. Dat is een goede vraag. Ja, dat zijn er twee. AED, papa, mama. Mag dat? Onze enige Duitser in ons groepje, Janne. Janne. Hij heeft ons groepje echt gemaakt. Dat was geweldig. Janne! Hij is er nu alleen niet. Wie was mijn hoogtepunt? Ik moet denken aan de wolf. Super cliché, maar ik vond het echt een geniaal beest. En dan bedoel je wie het beste kon zoenen of... Heb jij het lijstje bijgehouden? Ja, dat is mijn sissy hier. Ja, dat was mijn hoogtepunt. Dat was hartstikke gezellig. Ja, we hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben goed gefeest. Zeker en nu weten. Lekker brak zijn. Dus, heel fijn en geen stem meer hebben. En geen stem meer. Dus dat was heel... Ja, dat was leuk. Dat was hartstikke leuk. Ja.